Ja, want Harold is geen onbekende in ons programma. Hij was al eerder met liedjes van hemzelf. Nu is het een ander verhaal. Harold, goedemorgen. Goedemorgen. Harold, jij kreeg van Paul een telefoontje, een mailtje. Hoe ging dat? E-mail of Facebook, weet ik niet meer. Ja, en de vraag was dus, kun jij mijn sonnet op muziek zetten? Ja. Had je dat al ooit eerder gedaan, zoiets? Ja, had ik al eens gedaan, ja. Voor Ingmar Heidse in Utrecht. Oké, okay, oh ja, ja. En hoe ga je dan te werk? Want normaal maak je de teksten zelf. Is het heel anders? Zeker omdat het nu ook geen liedtekst is, maar een gedicht. Dat is toch, lijkt me anders om daar muziek bij te zetten. Ja, anders en moeilijker. Ja. Kun je uitleggen wat moeilijker eraan is? Omdat een sonnet, zoals Paul dat geschreven heeft, heeft natuurlijk zijn eigen kracht en ontleent zijn kracht ook helemaal aan het woord. Dus daar hoeft eigenlijk al. Op zich hoeft daar niet echt muziek bij. En toch heb je het beter gemaakt. Toch heb je het beter gemaakt, zegt Paul naast me. Nee, ik vond het al zo'n mooi gedicht, dus dan, ja. Ja. Dan is dat, ja, is toch lastig. Maar goed, op zich, de dichtkunst en de liedkunst horen ook wel weer bij elkaar. Dus het is ook weer niet zo gek. Ja. Maar ik heb het met veel liefde en plezier gedaan. Nou ja, sommige mensen hebben het al gehoord, maar een heleboel mensen, zeker die nou naar de radio luisteren, niet. We zijn heel erg benieuwd. Mag ik een heel groot applaus voor Harold K. en het gedicht van Paul Sterk, Anna in de Wind. Ze verreist uit het achterland van Kane. Ze is half gesluierd in het wit op de belt, waar een mistvlaag de sage vertelt van de vrouw waar zij haar naam aan ontleent. Van de molenaar en bleef zij blank en onbeschreven. Het was het keerpunt in haar leven. Het was de thuiskomst van dit liefdespaar. Werd aan de kap gekluisterd. Haar naam. Het was een trouwcadeau van haar gemaal. Stilte bezoekt en goed luistert, hoort uit de velden, hoort uit de velden een vervlogen verhaal. En wie haar in stilte bezoekt en goed luistert, hoort uit de velden. En weet waarom de wind Anna fluistert.
Dankjewel. Harold K. En het mooie gedicht van Paul, Anna in de wind, op muziek gezet. Paul, dat moet je heel erg goed doen. Zo'n mooie, mooie versie. Als dichter alleen maar blij mee zijn, natuurlijk, ja, met zoiets. Dus, Ik zag wel Janneke en Brian denken van, hey, zou Harold dat ook met ons gedicht kunnen doen? Dat zou wel helemaal mooi zijn, hè, als dat zou lukken. Ja, wie weet, ja, dit is, wat dat betreft, smaakt dit naar meer? Mij betreft wel. Ik heb aantal sonetten die eraan komen. Ik heb al singer-songwriters benaderd die enthousiast waren om ook iets te doen. Dus het krijgt in ieder geval een vervolg. Ja, ja, ja. Dus. Maar dan eigen gedichten die jij dan aan... Nee, ook op in het kader van deze sonettenreeks. Oké. Okay, dus, okay. We horen er meer van, ja, binnenkort. Dat sowieso. Oh, dat is heel erg mooi. Goed, dankjewel Paul voor jouw bijdrage. Ankie, we gaan naar heel iets anders toe. Waar? Ja, en inderdaad, want Harold die staat klaar. En die heeft Timo Gijzen bij zich. En Harold, welk liedje ga je doen? Iets anders dan met molens, denk ik? Ja. Dit is een liedje, dit is een pelgrimsliedje over Happeneert. In het plat? In het plat, ja. Op de 60's. En ja. Maar wat doen? Doe het maar. Ja, oké. Okay. Het is net over de grens in België. Over die bruggen, langs het kanaal. Op de fiets nog happen neer te brengen, maar dat is me gegaan. Kom ik te laat. Geluid neer, dat ik geluid. Hoe is God nu de duivel? Zich zo dekkelijk zien deze dag. Omdat ik ergens moet beginnen, daarom wil ik nog happen neer. Een kerk en een café en een kapel. Lig aan de Maas, langs een weg, zonneweg, die ik nog van vroeger ken. De struimel, struimel, en nog een keer de diegel. Weet dat ik dan nu alpino ben, omdat ik ergens moet beginnen. Daarom wil ik nog happen neer. Geloof meer, dat ik geloof. Hoe is God nu de duivels? Ik zal een deklied zien deze dag. Omdat ik ergens moet beginnen, daarom wil ik nog. Streak of Graceland. Baby, dit is happening in elke pelgrim, is welkom hier. En heb het voor zijn voetbalclub
en ziep het voor de man. Omdat ik ergens moet beginnen, daarom wil ik nog hebben echt. Omdat ik ergens moet beginnen, daarom wil ik nog hebben echt. Prachtige muziek van Harold K. En we hebben geleid door Timo Gijzen en band. En Timo, die horen we straks ook nog terug. En ook het vermelde waarde is dat er een prachtige CD van Harold in de winkels ligt. En met allemaal van dit soort mooie luisterliedjes met geweldige teksten. Dankjewel.